Hallo, ik ben Arjan en welkom bij Assassin's Creed Unity. We zitten midden in de uitbreiding Dead Kings en de vorige keer ben ik hier gestopt. En we zijn in die stad, ik ben nu even de naam alweer kwijt. Nou ja, goed. Het is niet een hele grote stad, maar we hebben er wel van alles te doen. De vorige keer hebben wij een guillotine wapen gekregen, het guillotine geweer. En dat is gewoon nogal wat zwaar geschut. We moeten nu 170 meter verderop zijn. Dus dat gaan we doen. Maar niet voordat ik even wat gekocht heb bij een mannetje die wat dingen verkoopt. Dat zal vast wel in de buurt zijn. Want die luisteren overal. Oh, toch niet. Ja, hier. Maar waar moet ik heen? Daar. Oh ja, dan ga ik even de achter wat kopen. Dan rollen we daar even naartoe. Het is... Het blijft een beetje mistig in deze stad. De zon breekt niet echt lekker door hier. Maar ja, de mensen weten allemaal wel wie ik ben. Dus ik heb wel een naam gemaakt, schijnbaar. Maar tot nu toe bevalt het me wel hoor. Ik vind het een erg grappige uitbreiding dit. Dus even kijken wat we kunnen kopen bij onze grote vriend hier. Nou, munitie voor dit wapen is wel tof. Oké. Alles aanvullen graag. Super, thank you. Dan gaan wij door naar de eerstvolgende opdracht. Oh, oh, oh. Jongens, sorry, sorry hoor. Hiervoor moet ik binnen zijn. Of toch niet? Hier voor de deur. Ja, een schaduw uit het verleden. Kijk eens aan. Zoek contact met Elise. Huh? Dat is gek. Nou, oké, laten we maar proberen. We're closed. Someone is looking for you. Who? The Marquis. Oh, dit speelt zich af. Hè? Dit speelt zich af voor de. Oh, ik dacht dat het zich afspeelde na de verhalen van Assassin's Creed Unity, maar waarschijnlijk mis ik iets. Ik heb de data ook niet goed in de gaten gehouden, eerlijk gezegd. Oh, oh. Oh, shit, ik raak hem kwijt. Nou, het valt wel mee. Maar de afstand wordt niet heel veel kleiner, moet ik zeggen. Ja, dit gaat goed komen. Wie ben je? We hebben een paar sous. Hier. Ik ben looking for you, monsieur. Thank you for returning, Leon. Good luck with him. I once had a son. I'm sorry. No. He's alive. I left him. I began the orphanage afterward. Now that's love. Sometimes love is a prison. His father taught me that. This, the orphanage, this is my true calling. Leon tells me you could have been the savior of France. Children. Madame Margot. He's behind the orphanage. Ah, ze heeft hem bespeeld. Je zag aan haar gezicht dat ze heeft bereikt wat ze wilde bereiken. Nou ja, dat is goed. Prima toch? Oké, die vrouw leek inderdaad heel erg dus op Elise, maar dat was waarschijnlijk ook even dus de bedoeling. Ik had dus wel gelijk, het speelt zich wel af na de voorvallen uit het hoofdverhaal. Ik vond het wel erg verwarrend. Goed, dan gaan we met hem praten. Little man. We have 3 days until my ship sails. So what? I'll get the artifact. Then I'm gone. Fine. But how? Do you have a map to the temple in your coat? The list of relics. A painting in the cavern. I knew I'd seen those plates before. They're drawn here. But this one is missing. I'm being serious. Well, see.
Meet me upstairs once you find the other two. Oui, monsieur. Kids. Ja, dat is wel een slim jongetje dit. Waar gaan we naartoe? Oh, dat was hem al. Oké, prima. Nou, goed. Ja. Uitstekend. En we gaan door. Waar moeten wij nu naartoe? Laten we even kijken op de kaart. Want we moeten nu de eerstvolgende missie starten waarschijnlijk. Of zitten we er nog middenin? Nee, toch? Ah, kijk. Ik zou het gewoon aangeven waar ik zijn moet. Wat raar. Dat is me net helemaal niet opgevallen. Nou ja. Misschien had ik wat beter moeten kijken. We gaan daar naartoe. Het leek alsof deze herinnering voorbij was, maar blijkbaar zit ik er nog middenin. Een beetje onduidelijk. Sommige dingen zijn niet altijd even duidelijk. We moeten de kerk in en die gaan we gewoon beklimmen van buiten. Oh, wat ik wel slordig vind is dat die af en toe gewoon niet heel erg fraai laat, zeg maar. Zoals nu ook weer. Moet je kijken hoe lelijk dat er nu uitziet. Als ik waarschijnlijk even wacht, dan komt het waarschijnlijk wel weer in orde, hè? Ja, zie? Ja, dat vind ik wel slordig. Maar goed. Als jullie wel gedacht hebben, ach, dat is het is maar DLC. Nee, dat spelen niet alle mensen. Als het hoofdspel maar goed is. En helaas is dat ook niet altijd even goed gelukt. Kan ik hierin? Nee. Ik moet wel die kerk in. En ik denk dat ik daarvoor nu hier moet zijn of zo. Kan ik daar ook naar binnen? Oh, daar kan ik in. Oké, prima. Ik moet hier iets lezen. Het ligt hier op tafel. Of is het een tafel? Ja, hier. Even kijken. Aantekeningen uit Dom Poirier's boek. Suger was een religieus man. Doorkneed in de geheimen van Franciade. Vroeger Saint-Denis genoemd. En geloven tot het eind. Ik heb een deel van zijn testament ontdekt dat eeuwen door zijn erfgename verborgen werd gehouden. Alleen een revolutie kon dergelijke geheimen aan het licht brengen. Het zijn fascinerende pagina's. Suger beweert dat zijn stad beschermd wordt door een eeuwenoud apparaat, gemaakt door God. En dat is opgesloten met sleutels die hij voor de goddelozen verborgen heeft, maar makkelijk te vinden zijn voor zij die geloven. Allereerst zijn er de bordjes. Ze werden gebruikt om de tempel van Saint-Denis te verzegelen en werden bewaakt door monniken. Die werden tijdens de roofovervallen gestolen. Ik heb de huidige eigenaar van twee van de perkamentrollen van Suger weten op te sporen en de inhoud daarvan bracht me weer naar de bordjes. De andere perkamentrollen vertellen een ander verhaal. Een eeuwenlang ongebruikte kamer in de basiliek heeft gegraveerde muren. De betekenis van die gravures was verloren gegaan, totdat ik Suger's aantekening in de bibliotheek van de basiliek vond. De gravures verbergen de adelaar van Suger. Een door de monnik gesmeed wapen of zwaard dat in het vuur van de Heer gedoopt is. Het wordt beschermd door devote symbolen die alleen door boetvaardigen gelezen kunnen worden. Ze zijn voor mij verborgen door een onbekend soort magie. Misschien heb ik wel niet voldoende tijd om de perkamentrollen te ontcijferen zodat ze onthuld worden. Om het zwaar te beschermen vervaardigde hij de basiliek met bouwkundige kennis die hij ontdekt had in het vuur. Hopelijk blijven de mechanismen die dit geheim 500 jaar lang zo goed bewaard hebben het doen, want de adelaar van Saint-Denis mag niet gevonden worden door de goddelozen. Juist. Pum pum, zeggen we dan. Maar hier valt wat te lezen, dus laten we eens even kijken. Wat kunnen wij hier lezen? Ah, Suger's perkamentrollen liggen her en der in Franciade verspreid. Achtergelaten door godsdienstige bewakers nadat hun gemeenten verdwenen waren. Zoek de perkamentrollen en volg de stappen die je naar Suger's symbolen brengen. Als een symbool gevonden is, verschijnt het op de torenmuur. Verzamel alle symbolen om het geheim van Suger's nalatenschap op te lossen. Nou, dan moeten we dat gaan doen, denk ik. Ik zit te kijken of er een nieuw plekje zou naartoe kunnen. Ja, dat is daar. Dus laten we even... Oh, het is echt vlakbij ook. Nou, dan gaan we daar maar even naartoe hobbelen. Is dat hier binnen? Het lijkt er wel op. Het lijkt er wel op. Of hierboven? Het is in ieder geval vlakbij. Nou, het is hierboven. Daar zijn die perkamentrollen natuurlijk. Dus eigenlijk moet ik er weer uit. Hier ligt ook nog wat. Dat was een krant. Daar hebben we nu zoveel aan. Ik denk dat ik weer naar buiten ga en dan naar boven klim. En dan hoop ik wat te kunnen vinden.
Want het is allemaal vlakbij wat we nodig hebben, zo te zien. Dus laten we maar omhoog klimmen. En dan zien we daar een van die rollen, denk ik. Hier. Waar is dat? Oh, hier. Oh, kijk, daar hebben we zo'n symbool. Nummer 3, Diabolus. Los de raadsels op om de adelaar van Suzette te vinden. Nou, doen. Accepteren en bijhouden. Eerste raadsel. Wakend, starend, broedend, gehoord onder monsters. Op het huis van God, omcirkeld door onze ring. Wakend, starend, broedend, gehoord onder monsters. Op het huis van God, omcirkeld door onze ring. Oh, wacht even, ik zie daar een soort van dingetje. En nu? Nu staan we hierop en dan. Gevonden. Oké, interactie. Tweede raadsel. Mijn gehoorzame blik. Ga eens weg met dat dinges. Oh, die raadsels zijn lastig heen. Mijn gehoorzame blik op de voorpost van de Heer. De reflectie van de ster op zijn grootste hoogte. Maar zo te zien worden wij gewoon geleid met behulp van de groene indicatiedingetjes. Dat is wel prettig. Dan worden we gewoon een beetje op weg geholpen. Maar blijkbaar moeten we hier zijn. Op zijn grootste hoogte. Oh nee, hup, niet naar beneden vallen. 260 meter die kant op. Oké, dan moeten we even hier afspringen. Kan dat zomaar? Dat kan niet zomaar, daarvoor moeten we even naar de overkant. En dan kunnen we hier wel af. En dan moeten we daar naartoe dus. Oh, die raadsels, als ik ze niet helemaal hoef zelf op te lossen, maar gewoon met behulp van die groene signalen naartoe kan, dan... dat is toch ook wel mooi. Oké, ondertussen doen we dit ook even. En we gaan daar naartoe. 206 meter. Ja, we hebben ook nog die raadsels van Enigma, zeg maar, van Nostradamus, die Enigma raadsels. Ja, daar heb ik echt nog geen één van gedaan. Want dat is allemaal van die ingewikkelde dingen. En ik ben niet vies van een raadseltje, maar sommige zijn wel erg ver gezocht hoor. Oké. En we zijn er al bijna. Kom Arno, klim er maar bovenop dan. Zijn we er al bijna? 38 meter nog. En moeten we hier omhoog? Zie je in de boom zijn? Heel verwarmd, wacht. Eerst maar eens naar boven. Eens kijken. Hier, ah kijk, oké. Derde raadsel, de dame bij de poort. Binnen haar bereik wacht de hel. Onze vloek, het duivelsgetal. Juist. Is dat hier in de buurt? Dat is hier vlak onder, of niet? Yes. Het is wel een verboden gebied, maar daar gaan we even aan voorbij. We moeten hier beneden zijn. Oh nee, wacht, daar. Dit. Maar wat gaan we hier doen dan? Oh, hier is het signaal. Of het teken. En wat gaan wij doen? Ik heb een missievoorwerp bemachtigd. Kijk. Herinnering voltooid. Nou, dit was ja, grappig. Ja, prima. En door. Nu. Welke hebben we nog meer? Zitten we in de buurt van een andere? Nee, die andere die is helemaal daar. Er zijn er twee zo te zien. Dus dan rennen wij daar naartoe. 250 meter die kant op. Zonder die hints, zonder die groene dingetjes, zeg maar. Ja, dan zoek je helemaal suf. Nou ja, ik denk dat... Voor mij doen ze dat niet bij die raadsels van Nostradamus in Parijs.
Maar daar is het ook een zijmissie. Maar hier is het een soort van hoofdmissie. Dus het is wel goed dat je wat hulp krijgt, zeg maar, bij het vinden van de oplossing. Want anders dan blijf je zoeken. En dit heeft ook nog eens te maken met de vertaalslag. Het is natuurlijk oorspronkelijk vertaald uit het Engels. En dan moet je wel net een mazzel hebben dat het een beetje handig vertaald is. Hoewel ik moet zeggen dat ik tot nu toe het hele spel echt wel aardig goed vertaald vind, hoor. Dus het leest ook lekker weg, al die verhalen. Wat dat betreft goed gedaan. Crux. Oké, accepteren. Ik toren uit boven veld en moeras. En heb meer revoluties gezien dan kruisen van God. Levenloos in de bries. Nou, dat is de molen waar we het nu over hebben. Daar zitten we vlakbij. Dat is ook verboden gebied. Kunnen we wel weer gebruiken. En hier, volgende. Het tweede raadsel. Gereflecteerde... Oh, ik moet even weg, want ik... Het is erg druk hier. Gereflecteerde grootheid, stabiel in beweging met een vorm zo puur, ging zijn zoon slapen. Nou, waarschijnlijk snappen we het straks allemaal als we zien waar het over gaat. Het is in de buurt, dat scheelt. Hierboven moeten we zijn. Oké. En hier. Oh, Arno, kom op. Linda is bovenop. Daar hebben we er weer een. Het derde raadsel. Of het nu gaat om Sint Andreas of de Zoon van de Almachtige, ik ben hier degene die de scheidingsvorm van zonnen kiest. Nou, ik zou het echt zonder hulp, zou ik er echt zo even niet uitkomen, hoor. Niet meteen. Daar zou ik echt wel tijd voor nodig hebben om dat uit te zoeken. Oké, gaan ze nu op mij schieten? Want we hebben hier nog zo'n ding. Ik kan niet verder gaan, want ik ben gezien. Ja, wat lastig. Oké, ik ben alweer verdwenen. Mooi. Daar hebben we hem. Nog een keer. Interactie. En we gaan wat vinden hier. Kijk. Succes. Nalatenschap opgelost. Nou, mooi. Prima. En door. Zoek de perkament. Rol pictogrammen op de kaart om hun geheimen op te lossen. Waar zien we dit perkament? Rol pictogrammen. Is dat gewoon dit, hè? Oh, we kunnen nu verder met de doden tot leven brengen. Dat is de volgende missie. En de perkamentrolpictogrammen. Dat zijn die. Nee, dat is iets anders. Dat is reizen. Hoe vinden we de perkamentrolpictogrammen? Nou, die mis ik even nu. Zo te zien zijn er ook nog wat moordmysteries te doen. Ja, dat is ook wel heel leuk te doen. Maar ik weet niet of het zo leuk is om naar te kijken altijd. Goed, de volgende missie ligt 300 meter bij ons vandaan. Dat gaan we nu niet meer doen. Dat doen we de volgende keer. Dan gaan we het verhaal verder oppakken. We hebben nog één uitkijkpunt. En daar zijn we echt vlakbij. Die we moeten ontgrendelen. En dat is hierboven. Dus wat mij betreft, dan zien we even dat we daar komen. Gaan we dat even unlocken. En dan zetten we er voor nu weer een dik vet punt achter. Ik moet wel even wat aan die sniper doen. Ik word helemaal flauw van die gozer. Kan ik hier ook nog bij? Hoppakee, nou niet weer doen. Irritant mannetje. Oh, ik ben hier ook alweer gezien. Dat zijn veel te veel lui. Wat doe ik nou toch? Auw. Dat is helemaal niet slim, hè? Dat is wel een sterk wapen op zich wat ik heb, maar... Nou, hup. Misschien is het niet handig om dit te doen. Ik gooi even een bommetje neer als het lukt. En ik smeer hem. Oh nee, ik maak ze gewoon af nu. Nog een bommetje.
zo. Ik was vergeten dat ik ze weer had. Ik was er eventjes doorheen. Zo. Hé. Ja, genoeg vijanden nog, maar ik hoef geen ruzie meer met ze te zoeken. Nou, goed. We gingen naar het uitkijkpunt, maar daar liep ik even wat tussendoor. Kijk, al die mensen staan te kijken, wat gebeurt er nou toch, denken ze. Hier naartoe. We gaan de molen op. Als het lukt tenminste. Ja, ze zien me wel, hè. Waar moet ik zijn? Zit ik wel goed eigenlijk? Ik zit in de buurt, maar ik mis het heel eventjes. Ik dacht, moet ik hier om bovenop staan? Ja, dit is het. Nou, goed. Het was even zoeken deze aflevering. Maar toch, we zijn weer een stukje vooruit. Ik wil bedanken voor het kijken. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen. En ik zie je dan dolgraag de volgende keer terug. Bye-bye.